Anna, ik ben 61 jaar en ik ga samen met Rob deze reis maken. Ik ben Rob, 65 jaar. Ik sta te popelen om op pad te gaan. In het magazine van Actie lazen we van deze tour. En ik vond het een geweldig idee om zowel een auto als een nieuwe caravan onder de loep te nemen. En ook nog in een hele mooie streek in Spanje. Mooi uit, Rob. Moet je eens kijken. Hey. Twee slaapkamers. Twee slaapkamers, ja hoor. Maar je kunt er één van maken. Kijk eens. Zo. Dat is handig. Dan kunnen we toch nog gezellig naast elkaar, want dat is wel wat gezelliger. De dieselbak, even openmaken, gaat naar boven toe open. Geeft daardoor goed ruimte om alles te bereiken. En de inhoud is ook prettig ruim. En dan de anti-slingerkoppeling. Dat vind ik wel een hele prettige accessoire die erop zit. Meer veiligheid, echt prima. We zijn aangekomen in Montserrat. Een prachtige tocht met het treintje door de wolken heen. We zijn heel benieuwd wat de dag ons gaat brengen. Ik heb er zin in. De natuur is hier echt... Nou, zo'n beetje overweldigend zou ik willen zeggen. De rotsformatie is heel mooi. En Rob is een stukje teruggelopen, want die is niet zo dol op deze hoogtes. Even een tussenstop, tijd om even de benen te strekken en toch ook even te kijken naar die mooie jeep waar we mee op pad zijn. Ik was in het begin nog wel wat sceptisch van gaan we dat redden met een 1.4 benzinemotor de Pyreneeën over, maar deze auto heeft mijn verwachtingen veruit overtroffen. We zijn inmiddels bijna 2 weken op pad met deze caravan en ik moet zeggen dat die uitstekend bevalt. Wij hebben zelf een 22 jaar oude caravan, dus in deze caravan zijn we echt verrast door allerlei leuke noviteiten, voor ons in ieder geval. Wat ook luxe is, is de boordcomputer. Hier kun je bijvoorbeeld op zien hoeveel er nog in de watertank zit. En één druk op de knop en de boiler gaat aan. Dali heeft in zijn huis op verschillende plekken krekelkooitjes, zoals je ze hier ziet. Hij vond dat gechillen, vond hij kennelijk een mooi geluid. Ik zou er niet tegen kunnen.
een super ervaring, vond ik het. Ja, het is iets wat je één keer in je leven doet. Alle vier de regio's waren leuk om te bezoeken. En soms ook de route door het land heen, dat je veel ziet van Spanje. Ik zou deze caravan best willen hebben, eerlijk gezegd. Hij is mooi, luxe, niet te groot, maar groot genoeg. Ja, en dan zo'n SUV ervoor, waarbij je wat hoger zit, goed overzicht hebt en voldoende trekkracht. Ja, dat is een prima combinatie. Het leukste wat we hebben gedaan vind ik het bezoek aan de olijfboerderij. Ja. Een hele authentieke plek. En verder vonden we Tarragon ook geweldig. Een hele leuke sfeer in de stad en heel mooi gelegen. Ja, dat vonden we ook een hele leuke ervaring.